De gemoederen liepen dinsdagavond in de gemeenteraad van Overbetuwe hoogop over de locatie van een zogenoemde blaashal. Die moet bij hockeyclub HCOB in Elst komen te staan, maar omwonenden zien dat niet zitten. Een motie die opriep tot het onderzoeken van alternatieve locaties werd niet aangenomen, tot tevredenheid van de voorzitter van de hockeyclub. Nou, de motie hield eigenlijk in dat er op zoek gegaan moest worden naar een alternatief. Waarvan wij eigenlijk hebben gezegd, als dat alternatief er zou moeten komen, dat is dan buiten de locatie van HCOB, dan heeft dat niet alleen een financiële impact, omdat het daarmee alle voorzieningen die bij HCOB zijn moet compenseren. Maar ook dat wij als HCOB daar dan geen onderdeel meer van kunnen zijn. Kijk, alles bij elkaar kost een blaashal met alle faciliteiten ergens tussen de 3 en 4 ton. En daar hebben we natuurlijk nog niet alles van uit kunnen geven of hoeven uitgeven. Dus dat is nu nog beperkt, maar uiteindelijk zijn dat wel de kosten waar het over gaat. Ook verschillende omwonenden waren aanwezig. Ze waren teleurgesteld over de uitkomst. Ja, we zijn natuurlijk teleurgesteld dat de motie niet gehaald heeft. Maar onze hoop is de rechtszaak vrijdag. Ja. Want de raad heeft duidelijk gezegd dat ze nu geen beslissing willen nemen over een alternatieve locatie. Heb je hoop dat als de voorzieningsrechter een uitspraak doet, dat ze dan wel inzien dat er een andere locatie moet komen? Of dat het plan wordt afgewezen? Ik denk wel dat ze dan verder moeten gaan nadenken dan een alternatieve locatie. Dat zal zeker zijn. Want ze zien wel dat er dan dit jaar in ieder geval niks gaat worden. En wanneer er dan wel weer schot komt in de zaak. Ja, dat is dan niet zeker. Dus ik hoop wel dat ze dan op zoek gaan naar een andere plaats waar die blijvend kan staan dan. Want dit schiet niet op. Eigenlijk past die hal daar ook helemaal niet. D66-raadslid Roel Eefting wilde met de motie plan B voorkomen. We hoopten dat er meerderheid zou zijn om een plan B te doen. Want de voorzieningenrechter gaat aanstaande vrijdag een keuze maken. Of het kan, of dat het aangehouden of geschorst wordt. En als dat die richting uitgaat, dan zijn alle sportverenigingen, of de HCBO in dit geval, en de scholen, komen op nul uit. Die hebben geen accommodatie voor bewegingsonderwijs. En dat willen we te koet voorkomen. Een uitspraak van de Raad van State over exact hetzelfde stukje grond. Dat zal de advocaat van de bewoners, omwonenden, ongetwijfeld indienen. En daar is dat duidelijk niet bebouwen. En er zit zelfs randvoorwaarden wat er wel mag. En de blaashal is al aangekocht. Hè? Stel dat het plan helemaal niet meer doorgaat. Wat gebeurt er dan met die blaashal? Nou ja, dat is in afwachting van de vorm waar het daarna in overgaat. Maar dan zal het zeg maar zo worden overgedragen naar de gemeente. En dan zal het bezit, maar daarmee ook de lening, worden afgekocht. En heeft de gemeente een blaashal en geen locatie.